Wat ga ik vandaag weer klaarmaken? Ik weet het! Ja, dat ga ik klaarmaken. Kom, ik neem jullie mee naar de keuken. Kom! Kom maar mee. Dan laat ik jullie zien wat ik ga klaarmaken. Oh, jongens! We gaan bruine bonen met kipdijfilet maken. En van bruine bonen met kipdijfilet heb je dit nodig. Ja, hier zie je de ingrediënten. Nou, makkelijker kon ik het niet maken, toch? Heerlijk! Zullen we dit even samen klaarmaken? Gaan we eerst even het uitje schillen. Ja, zo ja. En heb ik daar twee magieblokjes. En dan ga ik de ui eerst eventjes in blokjes snijden. Ja? En we gaan maar de helft van de ui gebruiken. Want ik hou niet zoveel van ui in mijn eten. Als je dat wel lust, dan mag je dat gerust gewoon ook het hele uitje erin doen hoor. En als je meer erin wil doen, is dat ook prima. Maak het zoals jij dat zelf klaar zou maken. Maar dit is hoe ik het, ja, het lekkerste vind. Ook heb ik hier 4 teentjes knoflook. Als jij vindt dat het 4 een beetje te veel is, mag je ook 2 of 1. Wat jij zelf lekker vindt. Ik hou van knoflook. Ik hou ook van die aroma van knoflook. Dus bij mij gaan er lekker 4 teentjes in. En ik heb wat laurierblaadjes hier op het snijplank staan. Dit zijn kleine laurierblaadjes. Dus als jij wat groter hebt, dan kan je gerust 2 zetten. Maar ik heb er wat, ik denk 4 of 5 of zo heb ik er neergelegd. Omdat ze best wel klein zijn. Nou, nu hebben we een grote pan hier zo op de inductie. En ja, ik weet niet wat ik aan het doen was. maar we gaan even wat zonnebloemolie hierin toevoegen. En dan laten we de zonnebloem even lekker heet worden. Oh, juist in dit soort weer. Weet je wat, het begint weer lekker herfst te worden. Het gaat weer regenen. Het wordt weer koud. Bruine bonen. Ja, dat maakt het wel weer goed hoor, vind ik. Nou, als de olie heet is, dan gaan we de uien, de knoflook en de laurierblaadjes in de pan toevoegen. En dan gaan we die lekker fruiten. Oh, als je die aroma kon ruiken, jongen. Ik vind dat altijd zo heerlijk ruiken, hè. Uien, zo gebakken. Oh, heerlijk. Nou, nu laten we even goed fruiten. Soja even goed schudden. We hebben niet altijd een lepel nodig. Klopt, soja. Heerlijk, dat is echt lekker fruiten. Even mijn camera goed zetten. Niet dat jullie rook in jullie gezicht gaan krijgen. Is ook niet leuk om naar te kijken. En dan pak ik de kipdijfilet. En die doe ik dan in de pan met uitjes en de knoflook. En dan gaan we die lekker meebakken. Heerlijk in deze koude dagen. Maken jullie dan eens bruine bonen met kipdijfilet zo? Of maken jullie bruine bonen en kip apart? Soms maak ik het ook wel apart. Maar ik vind het ook echt heerlijk om er gewoon een eenpans gerecht van te maken. En vaak maak ik ook dan wat meer. Zodat ik het ook wat kan invriezen. Lekker makkelijk voor als je drukke dagen hebt. Dan kan je het gewoon uit de vriezer halen. Hoeft niet alleen opgewarmd. Nou, de magieblokjes die ga ik eerst verkruimelen. En die doe ik er dan bij. En als je geen magieblokjes hebt, dan kan je ook eventueel aromat gebruiken. Maar ik vind magieblokjes toch wel. Nou, in het zakje daar zo, die ik daar gelegd heb, is tomatenpuree. En die voeg je dan zo meteen hierbij. Als ik alles even goed ingewisseld heb. Oh, die geur, jongen. Heerlijk. Nou, nu gaan we een tomatenblokje erbij doen. Ik had zo'n grote tomatenpuree blikje. Ja, dan hou je wel wat over. Dus ik verdeel ze dan in boterhamzakjes en dan doe ik ze zo in de vriezer. Lekker makkelijk, hoef je alleen het zakje weg te halen. En dan kan ik het zo eigenlijk gebruiken voor je gerechten. Als het goed is ga ik nu de kruiden toevoegen. Ik doe hier 5 spice kruiden in. Onmisbaar bij de bruine bonen. Dit geeft echt gewoon een heerlijke smaak. Ik heb hier wat witte peper. Zwarte peper is ook prima. Maar ik vind witte peper een wat lekkerder smaak hebben. Dus die gaan bij mij hier in de bruine bonen. Dus bij de kip. Dan heb ik gekruide ketchup. Je kan ook donkere ketchup gebruiken. Dat is ook mogelijk. Maar dan moet je niet te veel zetten. Want bij donkere ketchup wordt je bruine bonen wel heel erg donker. Ik voeg er ook wat oestersaus bij. Officieel doet men dat niet. Maar ik vind dat lekker. En het geeft een heerlijke smaak ook aan je kip. Dus ja, ik voeg het wel erbij.
gebeurt best wel vaak. Het geeft echt een heerlijk smaak. Ik zou gewoon zeggen, probeer het eens een keertje uit. Laat me even weten hoe jij het vond. Dan ben ik benieuwd. Nou, dan gaan we even alles goed omhusselen. Even lekker al die kruiden even door de kip heen. En de laatste twee even laten smelten. Het gaat wel in een rap tempo. Dan voeg ik even de rest nog toe. En dan was het verdwenen. Ik weet niet wat ik hier doe. Laten we gewoon even mooi kijken hoe de kippen lekker aan het vatten is. Oh ja, ik vind suiker zelfs. Ja, ik voeg altijd bij de bruidswoning voeg ik altijd wat suiker aan toe. Om de tomatenpuree, de zuurte daarvan een beetje af te breken. Dus een beetje om te balanceren, zeg maar. Dus dan gaan we het ook even goed inhusselen weer. Kijk, het begint al een mooi kleurtje te krijgen, hè. Door al die kruiden en de tomatenpuree. Heerlijk. Maar het is nog niet klaar, hoor. We zijn nog niet klaar. Dit is maar het begin. Goed inhusselen. Ja, hier nog. En weet je, dit gerecht is ook heel makkelijk. Hè? Je hoeft er niet uren voor in de keuken te staan. Dus als je zoiets hebt, ik heb bruine bonen, maak het gewoon op deze manier. Oh ja, dat kun je goed zien, maar het is gember. Ik doe een klein beetje gember. Ja, dus mijn man vond het leuk om 1000 duimpjes omhoog te krijgen. Dus ik ben benieuwd, ik ga de challenge wel aan, of ik 1000 duimpjes omhoog ga krijgen op deze video. Ik weet het niet, maar wat denken jullie? Laten we ervoor gaan. Ik ga de challenge wel aan. 1000 duimpjes omhoog. Nou, dan gaan we weer even lekker omhusselen. Hè? Lekker die kippie. Maar het puree is ook al bijna gesmolten. Oh, die mooie kleur. Heerlijk. Ik hou van genoeg kruiden in mijn gerecht. Het smaakt het ook heerlijk, vind ik zelf. Weer ben ik weggelopen. Ik weet niet wat ik ging doen, maar ik ben weer weggelopen. Dus kijk jullie maar gezellig naar de kip. Terwijl ik lekker aan het kletsen ben met jullie. Altijd leuk. Ik denk dat het zout is. Ja, dat zout vind ik ook een beetje aan toe. Niet heel veel, want dan mag je blokjes natuurlijk ook zout ervan. Alleen mag je blokjes heeft natuurlijk weer een andere smaak dan zout op zich. Dus ik voeg wel altijd een klein beetje zout voor de smaak. Ik hou van zout. Maar als jij denkt van nou, ik mag niet zoveel zout, moet je het absoluut niet doen. Hè? Hou je dan gewoon aan of op zout of op magieblokjes wat voor jou het beste past. Nou, de kip is al bijna goed gebakken, dus ik ga de bruine bonen hierin toevoegen. Ik heb trouwens in plaats van 1 pot, heb ik besloten om 2 potten open te maken. Omdat, ik vond dat gewoon net te weinig, zeg maar, 1 pot. Dus vandaar dat ik 2 potten gebruikt heb. Hier voeg ik wat water bij. Dan laten we de bruine bonen nu lekker meegaren met de kip. En dat doen we dan op een middelhoge stand. Het is niet helemaal laag, gewoon een beetje op middelhoog dat de bruine bonen een beetje gaar gaat worden. Hier voeg ik wat selderij erover. Het is optioneel, hoeft niet. Als je het niet in huis hebt, dan hoeft het ook niet. En dan gaan we even magic hand zo. Even dat koken. Ondertussen ga ik even de rijst schoonmaken. Even de rijst wassen. Dan is dat ook gebeurd terwijl de kip en de bruine bonen aan het garen is. En die zet ik dan in de rijstkoker. En kijk. Heerlijk ziet dat eruit, hè? Lekker, joh. Laat die winterdagen maar komen, hè? Heerlijk! Oh, ik heb er weer zin in, hoor, om te eten. Kijk, kippetje ook. Heerlijk. En je kan ook eventueel een pepertje bijvoegen, hè, als je dat wilt. Het hoeft niet. Ik eet zelf geen peper meer. Nou, het was een klus, jongens. Oh, maar nee, dat is een grapje. Vond je deze video leuk? Laat even dan een comment achter. Geef me die like. En subscribe natuurlijk gratis op mijn kanaal, zodat je helemaal niks mist. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.